en naar meer in 1 minuut. Op het KM College werd donderdag geen les gegeven, omdat bijna alle leraren in Utrecht staakten tegen de overheidsplannen voor het onderwijs. De toetsen voor de leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 gingen wel gewoon door. De N207 wordt tussen Leimaardenbrug en Lisse verbreed naar 2x2 rijstroken. Het toegenomen verkeer op de provinciale weg krijgt dus weer ruim baan. Wethouder Bezuijen gaf het officiële startsein voor de wegwerkzaamheden. Als het aan het college ligt, mogen coffeeshops zich niet vestigen op een plek die binnen een straal van 350 meter van een jongerencentrum ligt. En dit staat in het geactualiseerde coffeeshopbeleid waarover de gemeenteraad zich binnenkort uitspreekt. Het zakelijke actualiteitenprogramma Zaken doen met van BNR Radio kwam deze week vanaf het businesspark Nieuw-Vennep-Zuid. Aan de ronde tafel werd door ondernemers uit Haarlemmermeer en omstreken gesproken over, jawel hoor, zaken doen. Nieuws, video's en foto's voor Haarlemmermeer in 1 minuut. Redactie @meertelevisie.nl